Vandaag een antwoord op de vraag van Joke. Joke is nu al een tijdje bezig met het beperken van de koolhydraten in haar voeding. En dus ook het zoeken van alternatieven voor haar broodmaaltijden. Omdat, ja, brood is nogal koolhydraatrijk. Dus ze is voortdurend op zoek naar aantrekkelijke alternatieven, een aantrekkelijke invulling van wat eerder haar broodmaaltijden waren. Nu komt Joke regelmatig uit op een koolhydraatbeperkte maaltijd waarin ei verwerkt is. En ze was er laatst over aan het nadenken en een beetje een optelsom aan het doen. En toen kwam ze erachter dat ze elke week toch wel minimaal 4 eieren eet. En nu vraagt Joke zich af, ja, heel leuk en aardig, maar is dit wel goed? Is dit niet erg wanneer ik toch zeker elke week wel minimaal 4 eieren binnenkrijg? Dus dat is de vraag van Joke van vandaag. Is het erg wanneer ik hiermee doorga en elke week toch wel zo'n 4 eieren binnenkrijg? Nou, Joke, wanneer is iets erg? Iets is erg met betrekking tot hetgeen je eet, hè? Iets is erg wanneer het de optimale, goede werking, het goede functioneren van jouw lijf en dus uiteindelijk je gezondheid, want het hangt af van het functioneren van je lijf, in de weg staat. Dat betekent dat wanneer jij vraagt, is het erg om deze nieuwe gewoonte van het eten van toch zeker wel 4 eieren per week, om dat door te zetten, dan moeten wij nagaan of de stoffen die jij binnenkrijgt middels deze 4 eieren en de maaltijden waarin deze verwerkt zitten, of deze het goede functioneren van jouw lijf in de weg staan of misschien juist helpen. Staan deze stoffen de werking van je lijf, de optimale werking van het lijf in de weg? Ja, dan is het eigenlijk wel erg wanneer je deze gewoonte doorzet, maar staan de stoffen daarin aanwezig en de maaltijden waarin je dat verwerkt, de optimale werking van je lijf niet echt in de weg, dan is het niet erg wanneer je hiermee doorgaat. Maar dan moeten we dus achterkomen, eerst moeten we bespreken hoe werkt je lijf eigenlijk en wanneer, onder welke voorwaarden werkt je lijf optimaal. Jouw lichaam werkt enkel optimaal wanneer een evenwicht genaamd homeostase heerst. Jouw lichaam is voortdurend bezig een evenwicht, welke homeostase heerst, te bewaken. En dat doet deze met behulp van signaalstoffen zoals hormonen. En dit evenwicht dat hangt samen met een ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan, welke maakt dat jouw lichaam goed in staat is dienstprocessen allemaal te reguleren. En dat wil zeggen aan te sturen en op elkaar af te laten stemmen. Enkel dan kan je namelijk goed functioneren. En daar is dus jouw gezondheid ook van afhankelijk. Nou, en dat evenwicht heerst enkel wanneer er een dusdanig mooie, ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan heerst, welke het mogelijk maakt dat jouw lichaam in staat is jouw bloedsuikerspiegel binnen de normwaarden te houden, te laten fluctueren, jouw bloeddruk binnen de normwaarden te houden, te laten fluctueren, het vochtgehalte in jouw bloedbaan op een optimaal niveau te houden, de zuurtegraad in jouw bloedbaan op een optimaal niveau te houden en de osmolariteit, de hoeveelheid opgeloste stoffen in je bloedbaan, om die op een optimaal niveau te houden. Dat kan jouw lichaam enkel dat evenwicht bewaken en dus alle processen goed reguleren. En dus dit ook in jouw bloedbaan allemaal goed op mooie, ideale waardes behouden wanneer jouw lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. En wanneer is dat? Wanneer jouw lichaam optimaal gevoed is met zogenaamde essentiële stoffen. Dat zijn stoffen die jouw lichaam niet zelf kan vormen en afhankelijk is van jou. Verkrijg jouw lichaam die niet, dan is jouw lichaam niet goed in staat diens evenwicht te bewaken. Kunnen de processen dus niet goed gereguleerd worden? Kan jij niet zo goed functioneren? En dan zijn er ook nog niet-essentiële stoffen. Wanneer je lichaam die verkrijgt, dat zijn stoffen die je lichaam zelf wel kan vormen. Dus waar je lichaam niet van afhankelijk is van jou en in jouw voeding. En als jouw voeding die wel bevat, dan is dat niet zo'n probleem, want dan hoeft je lichaam die simpelweg zelf niet te vormen, iets wat hij wel kan. Maar vormt het wel een probleem wanneer jij een dusdanige grote hoeveelheid van die niet-essentiële stoffen in je voeding hebt zitten,
dat jouw lichaam die niet kan verwerken en dus benutten. Ja, dan verstoor je ook dat evenwicht in het lijf en dan belast je je lijf, kan je lichaam niet optimaal functioneren. Dus, wanneer kan je lichaam niet goed functioneren? Wanneer jouw voeding tekorten vertoont in essentiële stoffen en/of wanneer jouw voeding niet-essentiële stoffen bevat die jouw lichaam vervolgens niet kan benutten. Nou, laten we eens gaan kijken naar jouw nieuw gevormde koolhydraatarme maaltijden met ei. Jij hebt mij verteld dat jij tegenwoordig, sinds je op zoek bent naar alternatieven voor je broodmaaltijden, regelmatig jouw lunch invult met eieren. De vorm van een groenteomelet. Jij gebruikt dan twee eieren. Die meng je met allemaal verschillende fijn gesneden groentes. Daar bak je een omelet van in olie. En vervolgens eet je die omelet samen met ook nog een rauwkostsalade die je aanmaakt op, met wat olie. En waarover je ook pijnboompitjes bestrooit. Dat is de alternatieve lunch die je hebt bedacht, de koolhydraatbeperkte lunch die je hebt bedacht, als variatie op de eerdere broodlunch. En dat eet je toch zeker wel twee keer per week, zo'n groenteomelet. Waardoor jij met die twee eieren per keer toch zeker wel op vier eieren per week uitkomt. Waar je dus nu over twijfelt, is dat wel goed? Nou, laten we eens kijken naar essentieel versus niet-essentieel qua voedingsstoffen welke deze lunch bevat. Deze lunch bevat 9 essentiële aminozuren welke aanwezig zijn in de eieren die jij eet. Deze lunch bevat ook vele vitamines en mineralen aanwezig in de eieren, maar ook in de groenten en ook in de olie en de pijnboompitjes. Ook bevat deze lunch essentiële vetzuren aanwezig in de pijnboompitjes. Dus deze lunch bevat een heel arsenaal aan essentiële voedingsstoffen, waardoor deze lunch behoorlijk goed bijdraagt aan het bereiken of behouden van een goede voedingstoestand in het lijf. En dus het ondersteunen van het evenwicht waar ik het zojuist over had, waar het functioneren van jouw lijf van afhankelijk is. Want wat zijn de essentiële voedingsstoffen? Alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren aanwezig in dierlijke bronnen van eiwitten, zoals ei, en 2 specifieke varianten van vetzuren aanwezig onder andere in notenzaden en pitten en dus ook in die pijnboompitjes. Jouw nieuw bedachte lunch voorziet daar rijkelijk in. Maar waar voorziet jouw lunch ook in? En daarom vroeg stelde jij je vraag waarschijnlijk ook. Jouw lunch voorziet ook in de niet-essentiële stof. Dat is dus een stof die je lichaam zelf kan vormen. Dus op het moment dat jouw voeding die niet bezit, gaat jouw lichaam, jouw leven doet dat, deze stof echt wel zelf vormen. Jouw lunch, deze lunch, bevat ook de stof cholesterol die aanwezig is in de dooier van de eieren. En vandaar ook dat jij deze vraag stelde, want er heersen allemaal ideeën over de cholesterol in je voeding en hoe dit bijdraagt aan een verhoogd cholesterol in jouw bloedbaan. Wanneer raakt het cholesterol in jouw bloedbaan, wat getransporteerd wordt met LDL, en wanneer raakt dus het LDL-gehalte in jouw bloedbaan verhoogd? Dat hoeft niet vanzelfsprekend het gevolg te zijn van de cholesterol in je voeding, zoals de aanwezigheid van cholesterol in de dooier van een ei. Maar het kan wel het gevolg zijn wanneer je voeding regelmatig cholesterol bevat, maar dat vervolgens niet opgenomen kan worden in je cellen en benut kan worden in je cellen. Hoe zit het? Cholesterol kan ofwel middels jouw voeding in jouw darmen opgenomen worden en dan in lipoproteïnes, vetachtige stoffen transporterende partikelen, dus partikels die vetachtige stoffen zoals cholesterol transporteren door je bloedbaan verpakt worden, of jouw lever vormt cholesterol en die stopt hij in die lipoproteïnes en stuurt die vervolgens in de bloedbaan richting jouw cellen die dat nodig hebben. Want jouw cellen hebben cholesterol nodig. Waarvoor onder andere? Nou, cholesterol betreft een zeer belangrijk structuuronderdeel van jouw celmembranen. Het is nodig in jouw celmembranen om jouw celmembranen te voorzien van hun stevigheid en vooral ook doorlaatbaarheid. Het is nodig om de membraan eiwitten en de membraan vetten in jouw celmembraan ook samen in jouw celmembraan aanwezig te kunnen laten zijn en tot een mooi geheel, tot een celmembraan te kunnen vormen. Jouw
cellen hebben dus voortdurend behoefte aan cholesterol. En die stof die moet dus, wanneer dat niet aanwezig is in jouw voeding, door jouw lever gevormd worden. Want jouw cellen hebben die voortdurend nodig om de onderdelen van jouw celmembranen te herstellen. Maar daarvoor moet dus wel cholesterol getransporteerd kunnen worden met lipoproteïnen, dus door je bloedbaan. En moeten jouw cellen wel in staat zijn dat lipoproteïne, en dat heet LDL, op te nemen in hun cellen. En daarvoor moeten zij een receptor, een membraaneiwit, genaamd de LDL-receptor, kunnen vormen in hun membranen kunnen plaatsen. Dit betekent dat de consumptie van 4 eieren per week, met daarin toch echt wel de stof cholesterol, enkel erg is om mee door te gaan wanneer de cholesterol aanwezig in de dooi van dat ei, wanneer dit in jouw lichaam belandt, niet goed in jouw lichaam, in jouw cellen, opgenomen kan worden en benut kan worden door jouw cellen. En waarvan is dat afhankelijk? Ja, dat is dus afhankelijk van of jouw cellen in staat zijn om dat partikel LDL, welke cholesterol transporteert, op te kunnen nemen in hun cellen. En dat is afhankelijk van de voedingstoestand in jouw lijf. En wanneer is er een goede voedingstoestand in jouw lijf? Wanneer jouw lichaam in het bezit is van alle essentiële voedingsstoffen. Dat wil zeggen dat als jij regelmatig ei zou eten, wanneer jij 4 eieren per week zou eten, maar je gaat dit niet aanvullen met dingen als groenten. Je gaat dit niet aanvullen met dingen als pijnbompitjes. Dus allerlei voedingsmiddelen die essentiële stoffen bevatten, die eieren zelf niet bevatten. Dan heb jij hoogstwaarschijnlijk niet echt een goede voedingstoestand in je lijf. En dan kan de cholesterol die jij binnenkrijgt middels die eieren, kan niet goed opgenomen worden in je cellen, want je cellen hebben bepaalde voedingsstoffen nodig. Dus jouw lijf moet in een goede voedingstoestand verkeren om die membraaneiwitten te kunnen vormen, om LDL op te kunnen nemen en cholesterol te kunnen benutten uiteindelijk. Dus in dat geval is het erg om eieren door te blijven eten wanneer je daarmee veel cholesterol, een niet-essentiële stof, binnenkrijgt, welke vervolgens niet benut kan worden. En dat is dus het geval wanneer je die eieren onvoldoende aanvult met bronnen van de essentiële voedingsstoffen die eieren niet bevatten. Maar, wat zei jij net? Jij vult het aan met allerhande verschillende soorten groenten, door de eieren, door de omelet heen en als een salade erbij. De keren dat je dit als lunch eet, varieer je ook nog eens in die groenten die je erdoor verwerkt. Je gebruikt een mooie olie, je strooit pijnboompitjes over die rauwkostsalade die je er nog bij eet. En daarmee krijg jij dus wel heel wat voedingsmiddelen bij die eieren binnen die andere essentiële voedingsstoffen leveren dan de eieren zelf leveren. En waardoor de kans groot is wanneer je ook je andere maaltijden op een soortgelijke wijze goed gevarieerd en allemaal essentiële voedingsstoffen, bronnen van essentiële voedingsstoffen, en daar goed in varieert en combineert, is de kans groot dat de voedingstoestand in jouw lijf best heel goed is. En dat de cholesterol die je binnenkrijgt middels de consumptie van 4 eieren, ook wel door jouw cellen opgenomen kan worden, omdat zij dan in staat zijn om die receptor, LDL-receptor, te vormen. En ook wel benut kan worden. En op het moment dat jouw cellen die niet nodig hebben, die hoeveelheid cholesterol die je daarmee binnenkrijgt, ja, dan bestaat er ook nog zoiets als een andere lipoproteïne, HDL, die dat vervolgens weer af kan voeren richting jouw darmen. Dat molecuul, dat kan echter niet gevormd worden door jouw lijf wanneer een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf. Maar jij zorgt dus voor een hele mooie variatie bij naast de eieren die jij eet in andere bronnen van essentiële voedingsstof. En dat, Joke, is dus een voorwaarde om het niet erg te laten zijn om wat niet-essentiële stoffen zoals cholesterol binnen te krijgen. Je kunt namelijk niet voorkomen dat je niet-essentiële stoffen binnenkrijgt. Glucose bijvoorbeeld is ook een voorbeeld van een niet-essentiële stof. Ook die is enkel erg om binnen te krijgen wanneer die glucose volgens niet goed verdeeld en opgenomen kan worden over jouw weefsels en opgenomen kan worden door je cellen. En ook dat is afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende essentiële stoffen. Daar zorg jij voor. Dus
is het niet zozeer erg om deze gewoonte aan te blijven houden, zolang en wanneer jij de eieren die je eet, maar wel combineert en varieert en dus aanvult met bronnen van de overige essentiële voedingsstoffen die jouw lijf nodig heeft om in evenwicht te kunnen blijven, om goed te kunnen functioneren en dus de cholesterol te kunnen benutten die eieren zelf niet bezitten.